Fysiotherapie is heel erg gebonden aan richtlijnen en aan protocollen. Pak ik nou letterlijk de oorzaak aan of ben ik nou alleen maar symptomen aan het bestrijden? En help ik daar echt iemand mee? Ik voel zelf ook die pijn van de macht van de verzekeraars. Waarin we 20 minuten administratie moeten doen en dan 10 minuten nog tijd hebben om te kunnen behandelen. Als we al een half uur schema hebben. Op een gegeven moment zag ik van ja, hij is niet te redden. Dus nou, ik vink hem af, ja, hij is al dood. Maar dat is hij niet, was hij niet. Hij was er eigenlijk altijd voor, maar alleen was er nooit voor hem. Pa, zorg nou eens voor jezelf, want als jij nou niet voor jezelf zorgt, op het moment dat je kinderen krijgt, dan ben je er niet. En dan ben je misschien wel dood. En letterlijk de dag nadat mijn zoon werd geboren, kreeg hij een broertje. Dus dan weet ik nog het moment dat mijn zusje en mijn moeder binnenkwamen. Het nieuws van, pa heeft een infarct gekregen, een broertje gehad. En nu ruikt me dat ook weer, gewoon puur de pijn. Dat ik eigenlijk dacht van, nou, ik heb het toch al verwerkt. Mijn keuzes, en elke keuze die ik maak, is gebaseerd op een eerdere ervaring. Wanneer gaan we nou eens kijken naar de onderdrukte emoties? Veel minder werken in de protocollen, want jij bent in een protocol. Ik kan niet op deze manier, of deze manier, deze manier, deze manier, exact hetzelfde toepassen. Dat kan niet. Welcome, my name is Matthijs and you're listening to Injured Dumbass. Your go-to podcast if you want to get rid of your injuries and optimize your health. I've seen more than 40 physiotherapists, podiatrists, had a knee surgery, an MRI scan, and saw many more professionals that didn't know how to help me with my injuries. And after 5 years of struggling, a man named Gerben Hierik helped me with a fairly unknown form of therapy called PDTR. He fixed my knee stabilization in 2 hours. Something that all the previous professionals could not achieve. And after that experience, I swore to dedicate my life to learning and sharing problem-solving knowledge. Everything to optimize your health and help you to get rid and stay away from injuries. Gezondheid draait niet om voeding, maar het draait om energie. Het draait dus om elektromagnetisme opwekken. En het is niet voeding afhankelijk. And here comes the crying and the activation of the brain. I have the question for the people who have absolutely no clue. What is TRE? Okay. Injuries? Because I was wondering, have you ever dealt with physical injuries? Yes, I did. And welkom bij Injured Dumbass. Mijn naam is Matthijs en vandaag is onze gast Alex Parenkwan. En van alle therapeuten die ik tot nog toe heb leren kennen, ben je in mijn referentiekader de meest complete van het stel. En dat komt omdat je rekening houdt met licht, water en magnetisme voor optimale celfunctie en daarmee ziektebeelden. Je hebt middels de triggerpoint reset methode het menselijk psyche en pijnafleiding leren kennen. Het optimale menselijke bewegen heb je in de vingers gekregen met functional patterns. En zelf ben je middels traditionele wijze natuurlijk opgeleid. Je hebt de pijn mogen ervaren, blessures van het traditionele. Maar toch heb je jezelf naar optimale gezondheid weten te werken. En jij bent dus daadwerkelijk het voorbeeld voor wat jouw patiënt kan zijn. En ik vind dat je daar van alle mensen die ik heb gezien, dat zijn plus 20 therapeuten, echt heel erg trots op mag zijn. En daar mogen veel mensen een voorbeeld aan nemen. Vader van 3 mooie kinderen, je bent getrouwd, je bent 7 jaar sportfysiotherapeut geweest bij Natunus in Rotterdam, waar landelijk en internationale successen werden geboekt. Momenteel ben je serieondernemer, holistisch therapeut, waarmee je chronische pijn weet op te lossen.
Je verdient een hoop geld, waardoor je jezelf steeds beter en beter en beter kan blijven maken. Zodat ook jouw omgeving kan blijven profiteren. Zodat ook je patiënten kunnen blijven profiteren. Je missie is Nederland pijnvrij. Alex, welkom bij Inge Dames. Dankjewel. Superleuk dat ik kan spreken en dat onze paden weer bij elkaar zijn gekomen. Want ik heb natuurlijk al in het verleden een aantal fragmenten mogen laten zien aan de wereld van hoe functional patterns enigszins in elkaar zit. We hebben wat zaadjes mogen verspreiden. En daarna heb ik mijn huiswerk netjes gedaan. Ben ik bij Thomas terechtgekomen, ben ik bij Ruud terechtgekomen en bij Jean. Tim van Oorsouw. En nu zijn we eigenlijk weer bij elkaar. Dus ik ben heel blij weer te zien. En ik hoop nu wat meer de diepte in te gaan over jouw pad. En waarom je doet wat je doet. En hoe je dat doet. Dus allereerst, misschien kun jij een korte introductie geven van je activiteiten op dit ogenblik. Ja, dat kan. Wat ik momenteel mee bezig hou is vooral optimal performance training en therapy. Dat is een bedrijf wat ik zo'n 10 jaar geleden eigenlijk al voor ogen had. Maar eigenlijk door de fysiotherapie nooit echt aan toe ben gekomen. In dit bedrijf bied ik eigenlijk een dienst aan, een oplossing voor chronische pijnklachten. Waarin mensen eigenlijk al jaren mee lopen. Dus het kan zijn lage rugklachten, knieklachten, fibromyalgie. Echt de klachten waarvan ze zeggen van ja, leer er maar mee leven. Mm. Dat gaat nooit meer over. Dat is eigenlijk van waar ik me met name nu op focus. En dat doe ik eigenlijk middels een traject. Waarin ik mensen eigenlijk heel intensief begeleid en door een pad heen neem. Waar ik eigenlijk al verschillende elementen meeneem. Zoals waterlicht, magnetisme, maar ook emoties en ook het functionele bewegen. Dus ja. Hoe kan ik kan ik jouw lichaam optimaal laten bewegen? En hoe ben je daar terecht bij gekomen? Je bent natuurlijk van nature, je hebt fysiotherapie gedaan. Je hebt net als alle andere fysiotherapeuten je ontzettend veel cursussen moeten doen. Je hebt mega veel dry needling cursussen gedaan. En ik las op je website dat je nou geen naald meer hoeft te gebruiken. Klopt. Ja. Ja, dat is een hele weg die eigenlijk, bij wijze van spreken, eigenlijk al begint bij mijn krantenwijkje toen ik 12 was. Ik zal even vooruitspoelen naar het moment dat ik eigenlijk zelf blessures kreeg. En dat was rond mijn 14e, 15e. Daar scheurde ik eigenlijk mijn bovenbeenspier af, mijn rectus femoris. En sindsdien ben ik eigenlijk in contact gekomen met een fysiotherapeut. Met de zorg, met van oké, wat heeft het nou voor impact op iemand op het moment dat je een blessure hebt. En een kwetsuur hebt. En hoe dat kwam en de methodiek erachter eigenlijk, dat is eigenlijk een heel pad geweest. Waarin ik eigenlijk pas later, misschien nog maar 4 jaar geleden of zo, echt pas realiseerde dat de psyche ook nog echt een heel groot onderdeel van is van ontstaanswijze. Hoe kwam je daarachter? Ik was bij een 6 weekse masterclass. Masterclass van Functional Patterns in Seattle. Mm-hmm. Nog 6 weken intern eigenlijk bij Naudi Aguilar. En op een van die dagen was hij wat releases aan het doen, wat structuur aan losmaken. Dat was mijn serratus anterior. En om mijn linker precies te zijn. En toen hij dat aan het doen was, kwam er in één keer. Ik begon eerst een beetje te lachen. En toen echt te schateren. Mm. En dat was gewoon in één keer. Brullen. Tranen met tuiten. En ik zag ook op dat moment echt een flashback van een gebeurtenis. Toen ik 15 was, dat die 2 jongens op me in zaten te schoppen. Op mijn ribbenkast. En dat ik daar dus bebloed mezelf zag wegstrompelen van de bloedneus die ze me hadden geschopt en geslagen. En echt die mishandeling die ik had ervaren. Nou, heftig man. Waarom is dat gebeurd? Dat was omdat ik iets met een meisje. Ik had dus naar zijn vriendinnetje gekeken of iets gezegd. Ik weet niet meer precies de exacte context. Maar in ieder geval, wat er gebeurde was dat hun waren daardoor geraakt, getriggerd. En vonden het dus nodig om mij onderaan een viaduct op te wachten van mijn fiets af te trekken en me eigenlijk helemaal de tyfus in te schoppen. Nee. En op het moment dat Naudi dus dat aan het maken was, nou, dat was in 2016. Dat is dus, zeg eventjes een goede 20 jaar, zegt het goed? 2006 bedoel je? 2016. 16, oké. Okay. 2016 kwam ik daar, was dat moment. En in 1996 was dat event, om zo maar te zeggen. Dus dat was echt jaren later.
dat het in één keer naar boven kwam. Mm. Dat echt die pijn in één keer, dat ik dat weer voelde en dat ik ook weer die emoties voelde. En die koppeling van het losmaken van die structuren en de emoties die erbij aangekoppeld waren, dat was eigenlijk het eerste moment dat ik dacht van, dat het zo'n impact heeft. Dat het zo die emoties letterlijk worden opgeslagen in de fascia, in het bindweefsel. Mm-hmm. Dat was voor mij de eerste trigger eigenlijk naar. En om even terug te komen op jouw vraag van hoe kom ik nou, wat heb ik nou meegemaakt, zeg maar, hoe ben ik daar gekomen, is eigenlijk alleen maar verder kijken. Van, ja, ik haal het resultaat, maar elke keer komt iemand weer terug met de volgende vraag. Maar waarom gaat dat dan weer pijn doen? Mm. En zo ben ik eigenlijk gaan kijken naar, zit het in de mechanica, zit het in de emoties, zit het in de voeding, zit het in het licht. Hè? Zelf had ik winterdepressies eigenlijk elk jaar. Ja. Ik denk dat ik mijn voedingspatroon in één keer ging omschakelen om mij weer wat beter te voelen. En eigenlijk zat ik daar zelf ook nooit echt lekker in mijn vel. Nee. Maar je herkende dat patroon op een gegeven moment wel? Stukje voor stukje kwamen er allemaal puzzelstukjes bij elkaar. Die mij inzichten hebben gegeven. En eigenlijk op basis van die inzichten ben ik weer bepaalde cursussen gaan doen. Ja. Waaronder dus bijvoorbeeld dry needling. Nou, ik weet nog dat ik net voor mijn eerste dry needling cursus, dat ik was ik bezig met mijn scriptie voor de sportfysiotherapie. En die scriptie moest helemaal op zijn kant en dat liep voor een meter. En ik weet nog dat ik daar de trap afliep. En dat ik in één keer pijn in mijn arm kreeg. Mijn linkerarm. Pijn in mijn borst. Pijn in mijn nek. En ik dacht van, oké, dat is een foute boel. Mm. Dus in de auto gestapt, naar huis gereden. Tegelijkertijd heeft de huisarts post gebeld. Zo. Ik wist eigenlijk al van wat de symptomen waren. Van hartproblemen. En na het ziekenhuis gereden, gecheckt van ja, wat speelt er nou? Mm. Nou, het was eigenlijk helemaal goed, er was niks aan de hand. En de volgende dag had ik dus de dry needling cursus en toen bleek het dus een triggerpoint te zijn. Mm. Nou, een triggerpoint behandeld met een naaldje en weg waren de symptomen. Super gaaf. Alleen de realisatie van, wacht eventjes, het wordt getriggerd door iets, ja, die snapte ik toen al. Ook. En dat inzicht dat kreeg ik daar heel mooi ook van oké, ja, er zit dus een koppeling aan. Maar echt besef en de acties van oké, hoe ga ik er nou verder, mm-hmm. wilde ik eigenlijk niet naartoe. En dat is waar de meeste mensen eigenlijk niet naartoe willen. Die willen nog niet direct naar de emoties. Die zeggen van nee, ik heb hier een symptoom, los dat maar op. Ja. En dat was eigenlijk ook altijd in mijn fysiotherapie een ding waarvan ik dacht van ja, dat is leuk. Maar pak je nou letterlijk de oorzaak aan? Of ben ik nou alleen maar symptomen aan het bestrijden? En help ik daar echt iemand mee? Mm-hmm. Want uiteindelijk wil ik iemand helpen. Wil ik iemand echt leiden naar een pijnvrij bestaan. Want ik heb zelf altijd pijn gehad. En dacht ik altijd van, ja, dat hoort zo. No pain, no gain. Ja. Maar dat kijk ik nu wel even anders tegenaan. Maar hoe ben je dan... je hebt dat besef gehad van emotie heeft invloed op structuren van je lichaam, dus je spieren, je fascia. Toen heb je dus een FP-cursus gedaan in Seattle. Ja. Daar ben je vervolgens ook bij teruggekomen. Je bent zelf ook trainer geworden. Ja. Dus ben je de enige persoon in Nederland die training heeft gegeven op dat gebied? Of ja, eigenlijk wat je moet voorstellen, ik ben in 2015 bekend gedaan geworden met Functional Patterns. Toen heb ik een level 1 cursus in Antwerpen gedaan. Daar werd voor mij al mijn hele paradigma eigenlijk aan hoe ik kijk naar de fysiotherapie eigenlijk al helemaal bonken geschopt. Ja. Ik heb letterlijk ook anderhalf uur teruggereden met alleen maar tranen in mijn ogen. Wat is dit? Dit is totaal iets anders van wat ik heb geleerd op school. Maar ja, ik voel het verschil. Ik voel hoe ik nu sta. Ik voel hoe mijn postuur verandert. Ik voel me makkelijker bewegen. Vervolgens heb ik de mastercourse gedaan in Seattle. En ben ik ook nog meer cursussen van hem gaan volgen. Level 1 nog een keertje. Gaan reviewen, zoals het zo mooi heet. En heb ik dat eigenlijk de cursus ook hier in Nederland verzorgd. Dus eigenlijk heb ik Functional Patterns mee naar Nederland genomen. En dat verder ook uit te verspreiden. Dus heel gaaf om te zien ook van hoe nu de therapeuten die daar, zeg maar, de trainers die dat nu toepassen, wat voor resultaten hun ook daarmee bereiken. Dus ja. Het is mooi om die impact ook te maken.
veel breder vlak, zeg maar. Dan alleen maar met de mensen die voor mij komen. Mm-hmm. Dat is ook wel iets waar ik denk in de toekomst veel meer mee bezig ga zijn. Ja, ja. Want en uiteindelijk ben je dus bij Tim van Ossau terechtgekomen. Hoe is dat verlopen? Hoe heb je hem leren kennen? Ik ben eigenlijk bij Tim gekomen niet zozeer voor de triggerpoints. Want ik had al 8 cursussen gedaan. Ik gebruikte zo'n 40 naalden per jaar. Ging er doorheen. Maar iets in hoe hij zijn verhaal vertelde en hoe hij dat dan deed zonder naalden, dat integreerde me wel. En ik had eigenlijk niet zozeer iets van, ik hoef die trucjes niet te leren, maar er zit iets anders onder. Mm-hmm. En wat dat precies was, dat wist ik niet. Ik ging er eigenlijk naartoe van, ik wil wel weten van hoe jij nou je business dan aanpakt en hoe je marketing doet. Ja, want heb je hem leren kennen via YouTube of? Nee, via Facebook. Eigenlijk via een van mijn personal trainers die ik had voor Krav Maga. Die postte iets daarover, die had zo'n cursus gedaan. Ik denk, als hij dat ook kan, mm-hmm. vind ik wel heel bijzonder. Ja. Zonder zijn medische achtergrond. Dus als Tim dus zoiets aan een trainer kan leren, dat vind ik heel knap. Mm. Het zit best complex in elkaar. Dus dat wilde ik wel weten van hoe hij dat dan deed. Ja. En toen ik dat programma met hem inging, die Triggerpoint Reset Methode Mentorklas, als therapeut, nu gebeurde er allemaal bijzondere dingen, om zo maar te zeggen. Yes. Heel veel weerstand voor de opdrachten. Ik wilde helemaal niet naar de psyche gaan. Ik wilde helemaal niet kijken naar van wat zijn nou mijn eventuele onderdrukte emoties. Kun je een voorbeeld noemen? Ik had heel veel woede naar mijn vader toe. Heel veel schuld en heel veel ook eigenlijk heel veel schuld naar de rest van de wereld. Ik was echt een slachtoffer, om het zo maar te zeggen. Mm. Lag nooit aan mij, lag altijd aan een ander. Wist dat op iemand anders projecteren en dat komt van heel ver vroeger. Ja. En dat bleek dus ook tijdens die opdrachten dat een heleboel van mijn keuzes, elke keuze die ik maak, is gebaseerd op een eerdere ervaring. En zoals met Jack Fresco ook heel mooi zegt, hè, met de associated memories, met de gedachten die gekoppeld zitten aan een paar gebeurtenissen. En toen ik die link zag, ben ik steeds dieper en dieper en dieper gaan graven met alle bagage die ik natuurlijk van de voorgaande cursus heb gehad. En dat was net of alles in één keer samenkwam tijdens die cursus. En ook tijdens de mentorklas zelf, in dat proces waarin dus je emoties eigenlijk worden uitgesproken, waar ik zelf mijn emoties uitspreek, mm-hmm. Kwamen echt dingen naar boven zoals discriminatie van toen ik in mijn tienerjaren. Dat ik het enige bruintje was in de straat, wat niet waar was, maar dat vertelde ik mezelf. Allemaal verhalen eigenlijk. De mishandelingen die ik heb gehad van bijvoorbeeld die vechtpartij. Ja. Dat ik alles fysiek oploste en niet met woorden op kon lossen. Mm-hmm. En dat kwam heel mooi samen. Dat was een gigantische aanwinst voor hetgeen dat ik nog niet zo goed beheerste. Mm-hmm. Dus ook gewoon heel erg voor jou als persoon zijn. Hè? Ja, juist voor mij als persoon zijn. Ja. Eén ding wat ik heel belangrijk had te vinden als therapeut zijn, is van als ik nog nooit een naaldje heb ervaren, hoe kan ik dan iets over een naaldje zeggen? Als ik nog nooit een elleboog op mijn bovenbeen heb gehad, hoe kan ik dan daar iets over zeggen? Ja. Op het moment dat ik nog nooit een emotie heb gevoeld van mijn nek die voel ik in één keer een spanning opnemen, dan wat kan ik er dan mee? Dan kan je iemand ook maar zo ver helpen. Ja. En dat is ook een van de dingen die ik heel die top vind. Een van de dingen die Paul Check altijd zegt is: de waarheid is de beste marketing. Dus als jij waarheid bent, dan kan je ook andere mensen helpen met jouw waarheid. Ja, natuurlijk. Waarheid is ook weer een gevaarlijk woord natuurlijk. Hè? Want wat is jouw waarheid? Dat is uiteindelijk allemaal subjectief. Ja, en dat is uiteindelijk het verhaal. En dat is op zich niet erg. Als je maar realiseert, en als ik mezelf ook maar vooral realiseer, dat ik alles wat ik vertel een verhaal is. Mm-hmm. En dat hoeft niet per definitie waar te zijn. Nee. De vraag is van, wat is het resultaat dat ik wil bereiken? En bereik ik dan met deze interventie, met deze therapie of met deze vraag daadwerkelijk ook wel mijn doel? Mm-hmm. En wat is het resultaat? En dat is iets wat onder andere daar bij de Triggerpoint Reset Methode eigenlijk heel mooi naar boven kwam. Mm-hmm. Daarnaast heeft het me ook weer getriggerd om andere cursussen te doen. Zoals Wake Up Warrior. Eigenlijk via dat. Tim laat altijd een bepaald filmpje zien van zijn coach, van Gary J. White, die ook nu mijn coach is. Mm-hmm. En
dat filmpje, dat haalt het onderste eigenlijk bij mij naar boven. Waarin je eigenlijk niks anders zegt van, ja luister, als jij een probleem hebt, doe er wat aan. Doe er wat aan. Zo simpel eigenlijk. Alleen de manier waarop hij het zegt, dat intrigeerde me. Mm. En daardoor ben ik weer verder gaan verdiepen in zijn, en wat is dat nou warrior? Wat is dan die warrior's way? En hoe kom ik dan bij dat in combinatie met de triggerpoint research methode, hoe kom ik nou met al die verschillende bronnen bij het diepste van mij? Of bij mijn cliënten? En dat is het mooie van wat ik eigenlijk nu dus ook toepas in mijn trajecten. Mm-hmm. Dat ik heel snel die diepgang kan creëren bij iemand. Wat speelt er nou bij jou? Ja. Is het iets wat in het verleden, wat is daar nou gebeurd? En hoe kunnen we daar wat nu aan doen? Want ja, we leven nu. Maar ja, we dragen wel het verleden bij ons. Mm-hmm. En kun je wat voorbeelden noemen van de dingen die jij hebt, waar je trots op bent, die je hebt weten te bereiken door het combineren van al je kennis in de methodiek die je dus nu bijvoorbeeld toepast? Ja, waar ik heel trots op ben, is dat ik mijn team bijvoorbeeld in mijn fysiotherapiepraktijk gewoon echt op een heel ander niveau heb zitten dan de gemiddelde fysiotherapiepraktijk. Erkennen mensen dat ook, die bij jullie komen? Ja, mensen die bij ons komen, die zeggen ook wel van, oh, wacht eventjes, ja, dat is wat anders dan een warmtepakkentje of een massage of een standaard oefeningje, zo een beetje naar buiten draaien om die schouder te versterken. Mm-hmm. We kijken echt naar het gehele lichaam als een geheel en beginnen letterlijk met een grote teen als er misschien iets met je pinkje aan de hand is. Mm-hmm. En we kijken allemaal van welke obstakels zitten er allemaal tussen. Welke obstakels moeten er overwonnen worden? En dat kan zijn op het gebied van fysiek, op het gebied van voeding, op het gebied van water, licht, magnetisme, emoties. Dat is net van, wat is bij jou de grootste vullen van de emmer? Ja. En dat is bij iedereen is dat verschillend. En dat is het mooie van de trajecten die ik aanbied. Het is echt helemaal op maat. Er is geen één traject hetzelfde. Mm-hmm. Er zitten altijd andere variabelen in. Wat het gewoon heel mooi maakt om mensen echt naar een plek te leiden, plek te leiden van dat ze pijnvrij zijn en pijnvrij kunnen blijven ook. Mm-hmm. En om even terug te komen op jouw pijn. Hè, je had het over de verhalen die je jezelf vertelde. En dat die eigenlijk, ik heb het idee dat je ze nu vertel je die verhalen niet meer aan jezelf? Nee. Of zijn ze anders? Of? Anders, ja. Ja, de verhalen die ik, een verhaal, ik zal een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld een verhaal wat ik altijd vertelde was dat mijn vader eigenlijk nooit van me was. En dat heb ik denk ik tot het moment dat mijn jongste zoontje, of mijn oudste zoontje geboren werd, heb ik dat eigenlijk verteld. En mijn vader die heeft altijd keihard gewerkt om te zorgen dat het eten op tafel kwam. Dat ik mijn opleidingen kon doen, mijn cursussen, mijn school kon doen. Mm-hmm. Maar eigenlijk had ik hem op het moment dat mijn vader voor mij, mijn 12e, 13e ook zo rond die tijd, was een heleboel rond die tijd gebeurd. Maar hij kreeg in ieder geval voor mijn neus kreeg hij een hartinfarct. En op dat moment was ik alleen maar als de dood van dat ik hem niet kon helpen. Mm-hmm. Dat ik hem niet kon redden. Nou, ik heb daar eigenlijk altijd geprobeerd hem te redden. En op een gegeven moment zag ik van, ja, hij is niet te redden. Dus ik vink hem af, van, ja, hij is al dood. Maar dat is hij niet, was hij niet. Hij was er eigenlijk altijd voor, maar alleen ik was er nooit voor hem. Mm-hmm. Ja, dat is altijd niet zo'n een soort van shame and blame game. Hè? De blame game, waar je dus eigenlijk dus die schaamte voelt van oké, wacht, ik kan hem niet redden. Nou, dus weet je wel, het is jouw fout. Ik ga het nu weer bij jou laten. En dan vervolgens voel je toch weer schuldig. Of voel ik me toch weer schuldig, waarin ik dus, omdat ik die kennis in pacht heb. Mm-hmm. Van ja, pa, luister eens. Als je dat en dat en dat doet, dan zijn dat en dat de gevolgen. Ja, dan wilde je dat weer niet aannemen, want ik was zijn zoon. Ja, en niet zijn therapeut. Dat is een andere identiteit. Dat is een andere identiteit. Ja. Dus dan nam ik weer de schuld op me en dan nam ik hem het weer kwalijk. Dat hij dus niet er voor me was. Mm. Terwijl ik eigenlijk altijd terug trok wanneer ik weerstand van hem kreeg. Precies, ja. Ja. Daar kan ik wel een beetje mee resoneren. Ik had toevallig laatst ook een podcast over neuromarketing. Mm. En die vrouw zei ook van, eigenlijk moet ik mijn ouders, als ik ze iets wil leren over bijvoorbeeld blauw licht of magnetisme, dan moet het eerst in de krant staan. Of moet een meneer met een witte jas hen uitleggen. Ja. En toen zei ze ook, nou, dan is het heel simpel, dan bel je een krant en dan laat je het publiceren. Ja. Probleem opgelost. Ja. Toen dacht ik, ja, eigenlijk zo simpel kan het gaan. Maar gelukkig heeft het universum al geholpen en is de World Health Organization ook bezig met dit soort zaken.
Dus het komt allemaal wat dichter bij elkaar. Maar het is inderdaad die identiteit van, hé, je bent een kind. En je bent op het moment dat ze je als volwassene zien. Ik ben benieuwd wanneer dat gekomen. Ik heb het nu bij Mike, mijn vriendin. Is dat punt al gekomen? En volgens mij, dat is een aanname die ik heb. Van eerst moet je een eigen huis hebben, een hypotheek. Je moet een kind hebben. En dan in één keer, zo, nu ben je gelijk. Hè. Nu ga ik hier zitten en nu kan ik je in de ogen aankijken. En als je mij nou iets vertelt, dan neem ik dat aan. In plaats van gelijk alles van tafel te vegen. Mooi, hè? Maar dat moment kwam je voor jou toen jij een zoon kreeg? Of was het meer jouw verhaal wat veranderde? Nou, het verhaal was altijd wat ik vertelde tegen mijn vader ook. Een soort van schuld ook te creëren. Van, joh, pa, zorg nou eens voor jezelf. Want als jij nou niet voor jezelf zorgt, dan ben je daar dat ik met de kinderen krijg, dan ben je er niet. Ja. Dan ben je misschien wel dood. En letterlijk de dag nadat mijn zoon werd geboren, kreeg hij een broerte. Dus dan weet ik nog het moment dat mijn zusje en mijn moeder binnenkwamen. Met nieuws van, pa heeft een infarct gekregen, een broerte gehad. En nu ruikt me dat ook weer, gewoon puur de pijn. Terwijl ik eigenlijk dacht van, nou, ik heb het toch al verwerkt. Het maakt niet uit dat het dan komt. Ja, dat is wel de kracht die ik nu heb. Want ik weet dat dit alleen maar mij sterk gaat maken. Ja, maar het is ook alleen maar goed dat je het gewoon laat gebeuren. En dat is iets wat ik vroeger nooit zou doen. Maar ik altijd zou zeggen van, ja, het is eigen godverdomme kutschuld. Weet je wel? Dat voor zichzelf moeten zorgen. Altijd roken, altijd dit en altijd zus. En altijd slecht eten, altijd tot 11 uur s'avonds werken. Ja. En dan thuiskomen, even slapen, even snel naar binnen prakken. En dan ging hij 's ochtends om 6 uur weer de deur uit. Terwijl hij heeft alles gedaan wat hij kon. In zijn referentiekader. In zijn referentiekader. Ja. Vanuit zijn perspectief, vanuit zijn ervaringen. Hij kon alleen niet uit bepaald gedrag stappen. En dat is voor mij een missie geworden om dus die cirkel te doorbreken. Ja, want dat gaat gepaard. Mijn vader die heeft vroeger best wel een moeilijke jeugd gehad. Ja, vanuit Indonesië heeft hij moeten vluchten. En ik van zelf sprong zeg maar, het land uit. Met, als oudste zoon met nog 6 andere kinderen. Dat heeft veel indruk gemaakt in een vreemd land waar hij de taal niet kon. Opgevoed door een vader die... ook als een soort van kindsoldaat voor de Koninklijke Nederlandse Indië heeft gevochten. Een oma die in de Jappenkamp heeft gezeten als kindje. Ja. Dat zijn allemaal omstandigheden die niet ideaal zijn voor mijn vader dan in dit geval, om in op te groeien. Maar vervolgens wel een gezin op te voeden, groot te brengen. Ja, groot te brengen, te begeleiden, te beschermen. Dat heeft hij binnen zijn kunnen altijd heel goed gedaan. Ja, dat is ook een van de... Toevallig een collega van mij, die gaf me ook een... die had een briefje gemaakt voor iedereen. Ik weet niet meer exact wat de teksten daarop waren, maar een van de zinnen die erop stond is dat iedereen altijd vanuit beste intentie handelt. En dat is gewoon het kader wat die persoon heeft. Ja. En dat zijn alle associaties die samenkomen en daardoor denkt... In dit geval jouw vader, dat dat de juiste stap was op dat ogenblik. En daarom denkt mijn vader dat het beste is om dit naar voren te schuiven en je hierop te wijzen en zus en zo, weet je wel. Dus, en hoe heb je dat aangepakt? Door eerst te leren van dat... Eigenlijk heel simpel, de meeste conflicten ontstaan door ongewenst advies. Dus doordat er iemand letterlijk de vraag van, joh, mag ik jou een suggestie doen? Heb je wel eens overwogen om daar en daarna te kijken? Alleen al door hele simpele, psychologische spelletjes is niet helemaal het juiste woord, maar verandering van taal, linguistics, aan te passen en ook te kijken. Non-violent communication. Ja. Om dus die stappen te kunnen maken. En die voor, eigenlijk dat frame te creëren, een fotolijstje te creëren van oké, in dat plaatje. Mag ik wel je advies geven? Want mijn vader die eet nu eigenlijk amper nog gluten. Hij is, ik weet niet hoeveel, afgevallen daardoor. Hij leeft nog steeds, ook al heeft hij nog steeds een hartfunctie van 10-20%. Heeft hij cognitief echt wel een paar flinke klappen van de hamer gehad. Ja. Maar hij kan wel functioneren. Hij kan wel met mijn kinderen zijn. Ik kan wel mijn kinderen bij hem achterlaten. En dat ik denk van ze zijn veilig. Maar komt dat dan omdat jij jezelf hebt geholpen en dat hij dat gezien heeft? En dat hij dat heeft meegenomen in zijn overwegingen? Ja, hij zag dus de
de resultaten van mij. Dus het voorbeeld wat ik heb kunnen geven en ook doorvoeren naar mijn kinderen. En dat ze zien van oké, hoe mijn kinderen eigenlijk erop prima op reageren. Want weet je, op het moment dat ik de eerste keer tegen mijn ouders zei van joh, mijn pa en ma, ik wil niet dat ze brood eten. En als ze dan brood eten, dan wil ik dat je ze speld geeft. Mm. Dat er minder gluten in zitten. En ik wil dat je geen suikers aan ze geeft. Ja. Klaar. Dat zijn mijn kinderen. Zo voed ik ze op. Mm. En ik respecteer jouw mening. Ik wil ook dat je graag mijn mening respecteert. Ja. En toen ze zagen dus van oké, dat mijn kinderen dus eigenlijk heel goed kunnen functioneren zonder die suikers. Mm. Zei ik nog eigenlijk veel rustiger werden. Toen de suikers echt in een helemaal eruit hadden geknald. Ja, zagen ze het effect en gingen ze dat ook zelf testen. Mm. Nou, mooi. Ja. Dus het is ook wel door het te laten zien van een omgeving te creëren. Gaan ze mee. Ja. Je bent je omgeving. Uiteindelijk ben je product van je omgeving. Ja. Want hoe zou jij zo kort mogelijk, want ik denk dat we hier al zo drie uur, vier uur lang bezig zijn. Hoe zou jij gezondheid definiëren? Wat is jouw spectrum van gezondheid? Want dat is namelijk een van de doelen die ik heb met Inge Damhuis, is het delen van, het vergroten van het spectrum van gezondheid. Wat is dat nou? Want we hebben het al lichtwatermagnetisme bijvoorbeeld genoemd. We hebben het psyche genoemd. We hebben bewegen genoemd. Hoe ziet jouw spectrum eruit? Het is de balans vinden tussen eigenlijk al die componenten die jij noemt. Weet je, maar wat doet jou bewegen in de breedste zin van het woord? Mm. Ja, als het is om te overleven, ja, wat heb je daar dan voor nodig? Nou, als jij alles wil, een lifestyle wil hebben waar alles kan, alles mag, dan zou je bepaalde voorwaarden moeten creëren voor jouw bestaan, voor jouw gezondheid. En gezondheid is leven. En zonder die als mijn lichaam niet gezond is, mijn voertuig wat mij verplaatst van A naar B, wat ervoor zorgt dat mijn business draait, dat mijn relatie draait, dat ik met mijn kinderen dingen kan doen, dat ik mentaal gewoon sterk ben, dat ik kan leren. Ja, dat is. Gezondheid is niet te omvatten in één ding. Mm. Ja, waterlicht magnetisme is één ding. En ja, dan kun je zeggen van oké, dat beïnvloedt je emoties. Maar ja, je emoties beïnvloeden dat ook weer de andere kant op. Hoe je beweegt, ja, dat beïnvloedt ook je emoties en daarmee ook weer jouw waterlicht en magnetisme en je darmen en ja, alle verschillende componenten die gezondheid bepalen. Mm. Dus gezondheid is voor mij. Ja, gezondheid is voor mij de balans vinden tussen alle componenten die invloed hebben op mij. En dat is eigenlijk mijn omgeving. Nou, dat heb ik. En dat faciliteren. Ik weet nog een quote van Chuy Aguilar, de broer van Naudi. Die zei op een gegeven moment, if your environment is not facilitating the change that you want to make make happen, get out of your environment or facilitate that environment. Ja. En zo heb ik bijvoorbeeld ook met mijn kinderen op school, weet je, dan hebben ze tractaties. Op een gegeven moment ook gezegd van ik ga naar de hoofdmeester toe. Van luister, ik vind het prima dat ze allemaal suikergoed trakteren. Ja, geef het dan mee. Mm. Dan kunnen wij thuis bepalen of dit past in het voedingspatroon waar wij achter staan. Al die kleurstoffen en die suikers vind ik niet fijn. Mm. Nou, nu is dat schoolbreed uitgerold. Dingetjes in de kleuterklasse. Ja, mag het trakteren, maar dan wordt er aan de ouder bepaald van oké, wat doe je ermee? Ja. Dus zo. Die impact maken. En wat, doe je, your environment. Wat doe je nu nog meer om je eigen omgeving te vormen, zodat jij optimaal kan zijn? Sowieso focussen op één ding en dat is eigenlijk mijn gezin. Dat is waarom ik werk, dat is waarom ik adem, dat is waarom ik leef. En alles wat ik doe op het gebied van mijn werk, op het gebied van mijn sport, op het gebied van mijn meditaties, op het gebied van mijn stacks die ik schrijf, op het gebied van eigenlijk alles, dat is, moet één doel bedienen. Mm. En dat is mij en mijn gezin. Want als ik niet goed voor mezelf zorg, ja, voor wie ben ik dan goed? Mm. En waarom je gezin? Dat is waarom ik, waar ik de meeste plezier van krijg, waar ik de meeste energie van krijg. En als ik thuis kom en mijn kinderen komen naar me toe gerend, ja, dan is mijn tankje vol. Mm. Gelijk. Zo. Ja. Heb ik een dopamine rush waar je tegen van zegt. Kan zeggen.
Ja. Nice. Ja. En pianoles heb ik ook vernomen. Pianoles, ja. Ja, ja. Pianoles, dat heb ik op een gegeven moment ook gecreëerd. Mm. Ja, ik zou het echt super gaaf vinden als mijn kinderen later piano spelen, weet ik veel, op kerstavond of iets dergelijks, bij een leuke gelegenheid samen met het gezin. Mm. Dus ja, dan zal ik dat zelf ook moeten leren. Ik ben nog geen kei erin, nee. Maar ja, zit niet met talent. Door heel veel oefenen kom ik daar wel. Ja. Hey, hoe ziet jouw leven er verder nu uit dan? Stel, je staat op. Wat doe je? Ik heb een routine. Die bestaat uit, dat noemen we de Core 4. Dat is eigenlijk iets van wat ik vanuit Wake Up Warrior heb opgepakt. Mm-hmm. En dat is een instelling in Amerika, ja, toch? Dat is een instelling waar ik een behoorlijk wat cursus inmiddels alweer heb gedaan. En daarin stap ik mijn bed uit en dan ga ik eerst een stukje hardlopen. Mm-hmm. Of ik ga zwemmen, ligt een beetje aan wat voor dag het is. Vervolgens neem ik iets gezonds. Dus dat kan zijn wat gericht is op mijn waterlicht en magnetisme. En zorg ervan dat mijn mitochondriën optimaal functioneren. Mm. Het kan zijn een shake, het kan zijn gewoon letterlijk glas water en vasten. Of gewoon een rustdag nemen. Dat ligt een beetje aan. Vervolgens ga ik een formulier invullen. Wat noemen ze een stack. Dat is eigenlijk niks anders dan een vragenlijst die je onbewuste eigenlijk naar boven haalt en bepaalde verhalen eigenlijk aan gruzelementen helpt. Kun je een voorbeeld noemen? Nou, bepaalde belemmerende overtuigingen. Dus bijvoorbeeld van, mijn vader is niet goed genoeg. Hè? Of mijn vader die is altijd aan het werk. Nou, kan ik gewoon een uur formulier over invullen en dan kom ik uiteindelijk onderaan de lijn. Kom ik erachter van, wacht even, ik ben het probleem. En dat en dat en dat en dat kan ik gaan toepassen op mijn vader. Maar hoe ga ik dat ook toepassen, in dit principe, in mijn lichaam? En in mijn mentale status? Mm. En in mijn huwelijk? In de relatie met mijn kinderen? En in de relatie met mijn business? En wat kan ik nog verder leren om daar beter in te worden? Dus dan, dat wordt dan eigenlijk uitgespreid over de rest van mijn leven. Dus ik kijk heel breed. Want het enige gedrag wat ik vertoon in een bepaalde context, zal ik ook vertonen in een andere context. Daarna ga ik mediteren. Ja. Ja, dus daarna ga ik mediteren. Dat is een kwartiertje, 20 minuten. Even gewoon mijn kopje leegmaken. Dan ga ik douchen. Dan doe ik eigenlijk koud douchen. En dan heb ik eigenlijk ook een soort van Wim Hof ademhalingsoefeningen gedaan. Mm-hmm. Van daaruit dan is het zo half zeven uur en dan begint de dag. Dan maak ik het eten klaar voor de kinderen, dan help ik de kinderen op weg, breng ze naar school. Dan heb ik vaak als ze op school zijn half negen tot negen uur heb ik overleg met collega's, telefonisch of op locatie. En dan begint eigenlijk mijn voorbereiding op een traject wat ik doe. Wat ik die dag heb, of een behandeling die ik heb. Of ik ga mijn mails beantwoorden of mijn telefoontjes doen, mijn sales calls houden. Mm-hmm. Dan behandel ik mijn mensen. En dan ben ik meestal rond een uurtje vijf klaar met het traject. En dan doe ik nog meditatie eigenlijk om de dag af te sluiten. En te kijken van wat zijn nou de lessen die ik hieruit heb gehaald. Ja. Tijdens zo'n sessie dat ik iemand in een traject heb, krijg ik ook reflecties. En dan heb ik ook bepaalde inzichten of heb ik ook bepaalde kritiek op iemand. En dan kom ik ook weer tot de conclusie van dat is kritiek die ik eigenlijk op mezelf heb. Kun je daar een voorbeeld van noemen? Zo even 1, 2, 3 zit ik. Ik zit even te denken. Want is het dus zo dat omdat die persoon die heeft eigenlijk een projectie van zichzelf en jij ziet dezelfde projectie. Ja, bijvoorbeeld. Zo zou je het of ik heb een interpretatie op jou bijvoorbeeld van hoe jij met jouw leven omgaat. Bijvoorbeeld jouw naam Injured Dumbass. Hmm. Ja, dan zou ik zeggen van luister, dat is een identiteit die je hebt. Welke identiteit hecht ik me eigenlijk aan? Dus ik kan tegen jou zeggen, vandaag zei ik tegen jou, is dat wel handig die naam? Want daarin kan je dus weer een ziekmakend proces gaan koppelen. Hmm. Dan heb je een ziektewinst, dan kan je dus eigenlijk ervoor zorgen dat je altijd die pijn blijft houden. Ja. Hoe is dat bij mij van toepassing? Welke identiteit heb ik nu?
heb ik mezelf opgelegd. Hè, bijvoorbeeld fysiotherapeut. Ja, ik ben geen fysiotherapeut meer. Maar op papier ben ik het wel. Maar ik noem me geen fysiotherapeut meer. Ja, ben ik dan een holistisch therapeut? Ja, ik kijk veel breder dan de gemiddelde therapeut naar gezondheidsproblemen. Dus ja, dat zou dan een voorbeeld zijn. Dus dan ga ik dus... Jij identificeert je ergens mee. Waar identificeer ik mijzelf mee? Wat mij eigenlijk niet helpt. En zo kan ik dan dus een half uur eigenlijk mijn hele leven langs gaan. Oké? Dat werkt niet. Dat werkt wel. Daar ben ik heel content mee. Ook. Het is niet alleen maar kijken naar en graven naar de shit. Maar juist ook kijken naar van oké, hoe kan ik van die shit mest maken? Ja. Ja. Duidelijk. En heb jij nou het gevoel dat je ook eigen onzekerheden projecteert van jouw eigen bestaan in je behandelingsmethodieken? Waar je onbewust mee bezig bent? Op het begin had ik dat wel. Dat ik wel iets van oké, wacht, ik moet wel opletten dat het niet mijn problemen zijn die ik op jou projecteer. Dus de vraag die ik dan ook altijd gelijk al stel, nu als ik een aanname maak in mijn hoofd, dat gaat heel snel, is van oké, ja, is het waar? Weet je zeker dat het waar is? Kun je 100% zeker zijn dat het zo is? Weet je 100% zeker dat het zo is? Dan is eigenlijk altijd het antwoord nee. Ja. Ik weet helemaal niks zeker. Ja, sterker nog, I don't know shit. Ja, dus die zit er goed in, die vraag. Ja, die vraag die zit er. Maar dat is eigenlijk ook dat is een klein onderdeel van het traject van wat ik gebruik. Van dat mensen bewust worden van de gedachten die ze hebben, van de verhalen die ze vertellen. En dat in 99,9% van de gevallen dat het gewoon onzin is. Dat het een verhaal is. Ja, gisteren had ik een dame een via een webcam call, zeg maar. Die had dus... Haar zoontje die had een bepaalde relatie, was hij aan het opbouwen. En daar had ze allemaal verhalen over. En dat geeft niet, dat hebben we allemaal. Maar uiteindelijk was het jongetje eigenlijk alleen maar leuker geworden. Van die situatie, relatie. Van de relatie. Ja. Met als gevolg dat zij zich eigenlijk ook lekkerder voelde. Maar ja, ze kon alleen maar kijken naar van oké, wat is nou het verhaal wat ik ermee vertel? Het negatieve gedeelte. En dat is iets wat we heel snel doen, omdat we onze omgeving van alles van ons verwacht. En die negatieve associaties die geven haar dus in dat geval stress, daardoor triggerpoints, pijn. Ja. Ja, want het was heel verband. Ze zat ook te tellen van, ik had het weekend had ik een 8 van pijn. Ja, en vanochtend werd ik wakker, was het 2. Ik snap er niks van. Oké. Nou, en dat ga ik dan uitpluizen. Van, welke factoren spelen daar nou een rol bij? Ja. En dat kunnen, in dit geval is het dan de verhalen die iemand zichzelf vertelt en de stress, de hormonale gevolgen die daaruit voortvloeien. Verder, mijn dag, hoe ziet die er verder uit? Dan kom ik thuis, dan eet ik gezellig met het gezin mee. Leg ik ze mijn kinderen op bed of breng ze naar schaakles en leg ze dan op bed. Ik speel nog even met ze, ik lees een boekje voor. En dan is het avond en dan zit ik gewoon gezellig met mijn vrouw op de bank. In plaats van dat ik nog aan het werk ben, wat ik voorheen deed. Ja. En wat doen jullie dan? Kijken jullie GTST? Nee. Eigenlijk in eerste instantie hebben we een goed gesprek. Dan nemen we de dag even door. Help ik met huishouden, doen we samen de was of zo. Of hebben we onze dingen. Heel af en toe kijken we een filmpje. Met name eigenlijk gewoon praten met elkaar. Gewoon zijn. En hoe helpt jouw vrouw jou zijn in jouw business en jouw gezondheid? Die geeft me regelmatig een trap in mijn noten, om het zo maar te zeggen. Ja, die houdt me in check. En zoals? Nou, gewoon van, joh, bijvoorbeeld laatst was er een business opportunity, om het zo maar te zeggen. En dan ventileer ik dat. En dan zeg ik van, die partijen die zouden wel graag met mij willen samenwerken. Ik weet niet echt van wat ik daarvan vind. En die weerspiegelt dan eigenlijk ook weer naar mij toe van, ja, maar die gaan me de vragen stellen die ik haar eigenlijk ook altijd stel. En dan coach zij mij eigenlijk terug. Op het gebied van... Dus we zijn eigenlijk twee wandelende sterks naar elkaar. Ja, een soort van. Ja. Ja, mijn vrouw is ook erg therapeutisch, dus zit ook in de zorg. En heeft heel veel ervaring met een niet aangeboren hersenletsel. Dus roertes, hersenschuddingen, tumoren, neem maar op. En ze werkt nu bij een
Koninklijke Visio. Dat is eigenlijk een bedrijf wat zich richt voor op slechtziende en blinde slechtziende mensen. Mm. En dat ook daarin dus die interactie die zij daar heeft, ja, dat is geweldig om te horen van hoe gaan jullie nou met mensen om en met andere beperkingen? En wat voor emoties heeft dat voor rol? En ik merk ook dat zij dat ook weer meeneemt in haar werk. Dus het is eigenlijk ook alweer van of een heen en weerspel gekaatst van hoe zou je daarmee omgaan? En dat is de ene keer meer dan de andere keer natuurlijk. Maar ja, dat is wel de dynamiek die ons leven wel leuk maakt. Okay. Nou, en dan gaat het lampje uit. Is het een rood lampje of een kaarsje? Infrarood lampje, ja. Als je wil weten waar ik woon, moet je even door mijn straat in rijden. Als je rood licht ziet, dat is mijn huis. Ja, precies. Ja. Dus nog net in zo'n roze buurt. Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Ja. Hey, en om even terug te komen op het onderwerp fysiotherapie. Want daar is het eigenlijk begonnen. Het is natuurlijk, je bent eigenlijk diep van binnen ben je volgens mij een hulpverlener. Je wilt graag de mensen waarvan je houdt, wil je graag helpen. Ja. En dat geeft jou weer energie. En daarom doe je volgens mij wat je doet. Ja. Hoe zou jij de fysiotherapie op dit ogenblik in Nederland omschrijven? En wat zou jij als tip hebben voor de fysiotherapie in Nederland? Een goede vraag. Fysiotherapie is heel erg gebonden aan richtlijnen en aan protocollen. Ja, we mogen er wel van afwijken. Mm-hmm. Alleen moet je er van afwijken, dan moet je het goed kunnen onderbouwen. Nou, dat is op zich geen probleem voor mij. Maar een heleboel mensen zijn ook heel content met van waar ze zijn, therapeuten. Op hun vakgebied. Denken dat ze alle pachten naar huis hebben. Maar daarin is denk ik nog een heleboel, zijn nog een heleboel stappen te maken. Op het gebied van biomechanica. Op het gebied van emoties. Mm-hmm. Op het gebied van water, licht en magnetisme, dus hoe de functies zijn, daar zijn nog heel veel slagen te winnen. Ik denk dat er heel veel pijn zit in, dus ik voel zelf ook die pijn van de macht van de verzekeraars, waarin we eigenlijk 20 minuten moeten administratie moeten doen en dan 10 minuten nog tijd hebben om te kunnen behandelen, als we al een half uur schema hebben. Mm-hmm. Daar zit heel veel pijn in. Dat is niet tof. Dat is niet leuk. Wat kan je dan echt betekenen voor die mensen? Mm. Fysiotherapie doet hele mooie dingen, maar ook heel veel symptomen bestrijden. En de vraag is van, wat bereik je daar nou echt mee? Gaan we daarmee de zorg goedkoper maken, beter maken? Ja, bereikbaar maken voor iedereen? Of gaan we het dan juist eigenlijk alleen maar wegduwen? Mm. Wat zou je oplossen? Wat zou een concrete oplossing zijn voor jou naar Nederland op dat gebied? Concrete oplossing voor... Stel, we gaan Nederland tot het niveau fysiotherapie brengen wat jij nu voor ogen hebt. En dat is dus eigenlijk een holistische aanpak. En hoe hippie butterfly het ook klinkt, waar ik trouwens ook wel simpel van word, het is eigenlijk... holistische therapie klinkt al is echt gewoon geframed als geitenwolle sokken shit. Ja. Terwijl het eigenlijk heel simpel is. Je pakt alles aan en niet één ding. Ja. Hoe zou jij Nederland adviseren? Stel, jij zit met de minister van Volksgezondheid morgen. Wat ga je dan tegen die persoon zeggen? Of wat lever je aan? Wanneer gaan we nou eens kijken naar de onderdrukte emoties? Want op het moment dat jij realiseert dat jou doet bewegen, in de breedste zin van het woord, dan kun je pas echt stappen gaan maken. Dus veel meer kijken naar de psychosociale, veel minder werken in de protocollen, want jij bent niet protocol. Mm. Kan niet op deze manier of deze manier exact hetzelfde toepassen. Dat kan niet. We zijn een matrix, die leeft in de matrix, die leeft in de matrix. Als al leven in de matrix. Ja. Ik denk dat we veel breder mogen gaan kijken naar van waar ligt nou echt de kern van dit probleem. En dat kan zijn dat de minister van Volksgezondheid moet gaan praten met de minister van Onderwijs. Waarin zijn we nu al onze toekomst in hokjes aan het plaatsen. Met de profielen die worden gekozen op de basisschool, of eigenlijk al bijna op de basisschool worden gekozen. Mm. En dat eigenlijk dat pad al wordt uitgestippeld. Op het moment dat we het meest creatief zijn in ons leven, moeten we naar school en worden we in één keer in een hokje gestopt. En dan worden we in één keer verteld van dat we eigenlijk helemaal niet meer mogen denken. Dit is wat je moet leren.
Ja, taal is belangrijk, dat is belangrijk, dat is belangrijk, dat is belangrijk. Er wordt al een etiket op geplakt en gezegd van oké, dat moeten we bereiken. Mm. Daar begint denk ik al een heleboel van oké, ja, is dat wel zo? Als we die leren die kinderen omgaan met hun eigen psyche. En de traumas die ze daar al hebben gehad, bij wijze van spreken, eigenlijk al af te tikken, stukje voor stukje, stukje. En echt zelf de kans geven om keuze te maken. Ja, een kind kan geen keuze maken. Een kind kan echt wel keuze maken. Dan denk ik dat we wel een heleboel kunnen bereiken. En dat de zorg eigenlijk uiteindelijk niet eens meer nodig is. Mm. Mijn intentie is eigenlijk altijd geweest om mezelf overbodig te maken. En waarom? Ja, ik wil helemaal geen zorg leveren. Ik wil dat niemand pijn heeft. En onder andere middels de trigger point reset methode ben ik erachter gekomen hoe ik letterlijk mensen letterlijk van de pijn af kan krijgen. Mm. En als mensen dan ook nog beter willen leren bewegen, dan gebruik ik functional patterns. En op het moment dat ik mensen ziek zijn en de mitochondriën niet goed werken, dan weet ik van oké, bij Thomas van Doorn, Your Health Concept, die weet daar hele mooie shortcuts naar om dat aan te pakken. Mm. En op het moment dat je in een gebied van onderdrukte emoties zit en je snapt van mind-body is een heel groot component op jouw lichaam. En dat je pijn eigenlijk ja, letterlijk emotie is, een onderdrukte emotie is. Ja, dan kun je Zou je dan de minister niet bijvoorbeeld willen confronteren met eigen gedrag? Zeker. Zou mooi zijn. Ja. Nee, ik zou best wel eens met zo'n man gaan praten. Maar aan de andere kant is het ook weer heel vaak, en dat is een verhaal wat ik mezelf vertel, van ja, voordat die wereld verandert en echt klaar voor is, dan zijn we nog wel 10, 15 jaar verder. Hmm. Toen ik dry kneeling ging doen in 2012, ja, toen waren er misschien nog maar 200 mensen die dat deden in Nederland. En nu is het één grote hype. En nu stop ik met dry kneeling omdat ik daar op een andere manier voor heb. Omdat ik snap van wat het psychofysiologische pad erachter is. Hmm. Van oké, wacht, die triggerpoint die ontstaat door een bepaalde onderdrukte emotie, of die ontstaat door een beweegpatroon hierin geslepen. Zouden we eens bijvoorbeeld een punt kunnen aansnijden? Bijvoorbeeld lage rugpijn. Ik weet niet hoeveel mensen wel niet last hebben van lage rugpijn in Nederland, maar ja, een heleboel. Het zijn er een heleboel volgens mij. Ja. Dus ik geloof dat het nummer één oorzaak is voor ziekteverzuim in Nederland. Heb jij lage rugpijn, Joren? Nee? Oké. Okay. Jongen niet. De Kamer moet je natuurlijk dan ja zeggen. Nee. Ja. Maar goed, een heleboel. Hoe zou je dat aanpakken? In eerste instantie is de vraag van ja, wanneer is die lage rugpijn ontstaan? Dus ik zou eerst gaan kijken van oké, wat is nou het patroon erachter? Is dat spontaan ontstaan? Is dat één keer ontstaan? Heb je 6 keer per jaar lage rugpijn? Mm-hmm. Was daar een bepaalde gebeurtenis omheen zat van oké, hoe speelt het een rol? En hoe help je iemand om dat te ontdekken, om te vragen weten waar het vandaan komt? Vragen, tijdlijn. Tijdlijn helder te krijgen. En het is ook, op het moment dat ik de juiste onderwerpen aansnij, dat we echt in een gesprek komen, dan hoor ik eigenlijk al in het gesprek van, oh, daar zit de pijn. Dat zijn een hele kleine sleutelwoordjes, zeg maar. Dat je dat eigenlijk kan gaan herkennen. Ja, dus bijvoorbeeld mensen praten in één keer in de je-vorm in plaats van de ik-vorm. Zijn ze heel in de ik-vorm aan het praten en dan gaan ze in één keer naar de je-vorm. Of gaan ze net tevoren ze heel in de ik-vorm en dan naar de je-vorm. Oké, dus stel de persoon die nou zit te kijken, die heeft last van lage rugpijn. Ja. We gaan dus eerst vragen, oké, wat is je tijdlijn? Hè? Wanneer denk jij dat het ontstaan is? Ja. Hoe is het volgens jou ontstaan? Ja. Wat voor een situatie en context hing daar allemaal aan vast? Ja, dus is er eigenlijk een schade, hè, verhaal? Op het moment dat je in één keer spontaan door je rug heen gaat, ja, dan krijg je een soort van een klein ontstekingsreactietje. Ja. Dat is heel klein, dat is heel kort, duurt maar een paar dagen. Hè? Zeker als je gewoon in die verkramping schiet, ja, dan zit er een fysiologische reactie achter. Mm-hmm. Nou, oké. En dan? Als het na 6 weken, 12 weken nog steeds is, dan heeft het lichaam eigenlijk niet de kans gehad om te herstellen. Mm-hmm. Of er zit een onderhoudende factor in. En dat kan van alles zijn. De vraag eerst wat ik wil weten is, zit er niet een rode vlag? Zit er niet een tumor achter of bij spreken? En dus hoor ik daar een bepaalde alarmsignaal in. Dat dus niet bij mij moet zijn, maar bij de huisarts moet zijn. Ga daar eens even naartoe, want die kan je dan weer doorsturen naar weet ik veel wie.
vervolgens ga ik dus eigenlijk kijken van oké, wat is de tijdlijn? Mm-hmm. Waar zitten dan de ontstaansmomenten in? Heb je dit eerder gehad? Heb je stressvolle situaties gehad? Zit je lekker in je vel? Zit je niet lekker in je vel? En dan neem ik ze eigenlijk door het proces heen van oké, zou het kunnen zijn dat een rol speelt? En dan voelen ze 9 van 10 keer al de pijn opkomen. Mm. Ja, letterlijk, ja, als het een onderdrukte emotie is en ik haal die emotie naar boven dan, en die persoon wil er niet bij komen, dan krijgen ze direct die pijn. Ja, precies. Ja. Niet altijd, maar 9 van 10 keer zeggen mensen wel van, oh ja, wacht, ik krijg het nu wel heel erg warm. Mm. En klamme handjes en mijn lichaam reageert heel duidelijk. Ja. En dan kan ik dus weer verder kijken van, oké, ja, waar komt het dan vandaan? Want als ik al hoor van, ik heb horizontale pijn boven mijn bil, zeg maar, mijn onderrug, dan weet ik al van, oké, dat is die spier. Mm-hmm. En op het moment dat de verticale pijn is, dan weet ik al, dat is die spier. Maar ja, wat zit er nou onder? Ja. Dat is iets wat ik eigenlijk in mijn traject uitpluis, mm-hmm. waar ik mensen mee door een weg neem. Waarin ze zelf tot de conclusie komen van, oh, wacht eventjes. Ja, als ik daaraan terugdenk, dan voel ik gelijk dat. En als ik daaraan terugdenk, dan voel ik gelijk dat. En zoals ik al eerder zei, elke keuze die je maakt, is gebaseerd op je eerdere ervaring. Elke gedachte die je hebt, is gebaseerd op je eerdere ervaring. En dus iedere keer als je in een vergelijkbare situatie terechtkomt, dan gaan die associaties gelijk af en gedraag je gewoon precies hetzelfde. Ja. Nou, ik weet nog wel, hierachter zijn ze bezig met de tuin. Ik ben zelf over hier geweest. Ja. En ik weet op een gegeven moment wel van dat ik dacht van oké, ik zie al die collega's op hun 40ste in één keer allemaal rugklachten krijgen. Is dat nou mechanisch of is dat nou emotie? Mm. Zitten nou gewoon mensen vast in een bepaald patroon? En daar zag ik eigenlijk, als ik nu op terugdenk, zag ik al die patronen. Van, oh, wacht eens, ja, die kreeg last omdat het niet zo goed ging met zijn vrouw. En heb jij bijvoorbeeld, zijn er veel voorkomende patronen die lage rugpijn genereren? Stress. Een specifieke stress? Is dat stress van bijvoorbeeld dit soort van, de camera kan niet zien, maar ledlicht, weet ik veel, dit soort licht of straling? Of is het is het woede? Is het opgeslagen verdriet? Zijn het specifieke emoties die je steeds terug ziet komen, die gelinkt zijn aan lage rugpijn? Wat ik veel terug zie komen is eigenlijk, zeg maar, als het rondom de bilspier is. Eigenlijk de bilspier heeft een uitstralingspatroon eigenlijk horizontaal over de rug heen. Mm-hmm. En dan is het vaak van gewoon dat mensen letterlijk vastzitten in een situatie. Okay. Dus of het nou vastzitten in de werk, dat ze letterlijk vastgenageld in de stoel zitten. Yeah. Dus dat het lichaam eigenlijk heel graag weg wil, mm-hmm. maar niet kan. En dat daar vaak een grappig dingetje zit. Ik had namelijk tijdens mijn studie, ik ben bijvoorbeeld gaan studeren niet zozeer omdat ik dat zelf wilde, maar meer omdat ik voortbeduurde op het kader van wat mijn vader bijvoorbeeld dacht dat goed was om te overleven in deze samenleving. Nou, dat ben ik gaan doen. En ik, op een gegeven moment wist ik wel van, oké, ik zou het prima af kunnen maken, maar ik zit mezelf helemaal vol te stouwen met Ritalin om maar die toetsen te kunnen houden, omdat het eigenlijk hetgeen wat ik... Ik merk in ieder geval, als ik dingen via video leer, dan haal ik prima 9's en 10's. Mm-hmm. Maar als ik via geschrift moet leren, dan ben ik echt een lapswans. Dan haal ik net aan een voldoende als ik echt mezelf opsluit in de bieb. Maar ja, ook dat is eigenlijk weer, werkt averechts. Want je zit weer in een omgeving met veel internet, met veel straling, met licht. Ik zit tot late uren daar, vol op Ritalin, gewoon mezelf helemaal leeg te werken als het ware. Nou, ik heb wel mijn P gehaald. Ik ben op een gegeven moment in het laatste jaar gekomen, maar toen dacht ik, ik weet nog heel goed dat ik toen op een lacrossebal lag op mijn medius. Ja. Ik had last van lage rugpijn. En toen ging ik erop liggen en barst ik in huilen uit. Ja. Dat was wel grappig dat je dat zegt. En wat gebeurde daarna dan? Nou, mijn vriendin zei sowieso al een tijd van, Matthijs, je hebt die studie niet nodig om te kunnen wat je kan. En je kan zelf wel prima aan je weg trimmen. Je bent slim genoeg om dat zelf voor elkaar te boksen. Je hoeft geen papiertje te hebben om aan iemand te laten zien dat je capabel genoeg bent voor een job. Ja. Laten we gaan zitten en kijken hoe we het anders zouden kunnen doen. En dat heeft ze jaren tegen mij gezegd. En ik heb jaren vastgehouden aan het oude kader. Mm-hmm. En gewoon ben ik mezelf blijven gaan forceren om dat maar te doen. Ja. En dat is wel het jaar geweest dat ik ben gestopt. En dat mijn vriendin me met een calculatie op een gegeven moment over de streep kreeg. Ja. En toen ben ik in mijn laatste jaar gewoon gestopt. Dat is mooi wat je zegt. Hè? Kijk, het moet eerst zo onwijs fucking pijn doen. Ja. Voordat je een andere keuze gaat maken. En wat je eigenlijk net ook zegt, van ik heb die Ritalin nodig om te kunnen focussen.
En waarom? Eigenlijk wil ik ergens anders naartoe. Maar ik forceer mezelf om echt alleen maar daar naartoe te kijken met die talent. Is schrikkelijk wat er eigenlijk gebeurt. Want eigenlijk is niks anders dan je hebt een heleboel energie, een heleboel focus. En dan ga je jezelf eigenlijk verdoven om maar een bepaalde kant op te gaan. Die je eigenlijk niet eens wil. Ja. Ja, dan krijg je dus inderdaad het lichaam gaat zeggen van, wacht even, ik wil weg. Ik wil weg, maar kan niet. Ik wil weg, maar kan niet. Lage rugpijn. Ja, en dan ontstaat dus die triggerpoint. Dan ontstaat dus die spier in de verkramping. En dan wil je dus gaan bewegen. Dan gaat dat niet. En dan probeert die andere spier weer harder te gaan trekken aan die structuur. En dan krijg je dus inderdaad een blessure. Of een kwetsuur. Of een pijntje. Ja. Ja. De vraag is dan, oké, ja, welke emotie voel je nu? Op het moment dat je dat daaraan denkt. En geldt dat, stel, we hebben nu lage rugpijn en dat geldt eigenlijk denk ik ook over rugpijn zo. Stel, we nemen kniepijn. Ja, jaren gehad. Ja, jij hebt natuurlijk je rectus gescheurd. Ja, mijn rectus femoris heb ik gescheurd. Je ziet ook letterlijk nog gewoon een gat hier zitten, zeg maar. Een bubbel. Ik heb Osgood Slatter gehad. Ik heb nog een echo, als je echo opzet, dan heb ik een calcificatie van 2 centimeter verkalking in de pees. Je hart is. Dus dat is gewoon je pees die gewoon hard wordt? Ja, die is gewoon letterlijk door eigenlijk schade op schade op schade. Eigenlijk kalk wordt neergelegd als een noodreparatie. Ja. En dat heeft mijn lichaam dus elke keer, omdat ik deed altijd catchen. Dus ik was heel veel aan het squatten, om het zo maar te zeggen. Ik drukte op een gegeven moment ook 465 kilo, drukte ik weg. En dan 4 setjes van 20, niks aan de hand. Maar ja, weglopen ging niet zo heel soepel. Springen, rennen, kon ik niet. Nee. Ja. Dus ik had wel de spierkracht, maar ik had dus niet de motoriek. Mm-hmm. En mijn pees, die was belastbaar. Maar ja, dat was steeds last. Nu zit mijn knie, er zit nog steeds een verkalking in. Maar ik spring nu gewoon de lucht in zonder pijn. Ik kan nu rennen zonder pijn. Omdat mijn mechanica en mijn emoties goed zijn. Maar op het moment dat ik dus weer denk van ik zit ergens vast in, dan krijg ik weer knieklachten. Dus als jij last hebt van kniepijn, dan weet je eigenlijk gewoon dat er is iets wat je onderdrukt. Ja. Wat je niet toestaat om los te laten. Ja. En is het loslaten of is het anders bekijken? Anders bekijken. Ja, dus ik hou me wel vast aan een bepaalde gedachte dan op dat moment. Mm-hmm. En dan laat ik wel als het ware die gedachte los. Maar ik laat hem los doordat ik een ander verhaal gaan vertellen. Ja, precies. Oké. Okay. Dus je kijkt op een hele andere manier van beide is het eigenlijk dus. Ja, precies. Ja, dus, maar zo geeft mijn lichaam eigenlijk, zie ik het meer als een... Voor mij is pijn nu eigenlijk meer een indicator geworden van, oké, wacht eventjes. Waarom ben ik de dingen aan het doen die ik doe? Waarom doe ik dat? Wil ik dat wel? Blijkbaar niet, want anders gaat mijn lichaam niet een pijn produceren. Mm-hmm. Of nu word ik in een situatie gezet van die niet goed voor mij is. Waarom doe ik dat? Hey, we zitten hier nu in een omgeving met blauw licht. Voor de camera, voor de kijkers. Dus ik offer mijn fysiologie op, met als doel iets te bereiken. Nou, prima. Doe ik dat niet, kan ik minder omzet creëren, kan ik minder goed voor mijn gezin zorgen. Kan ik minder mensen bereiken. Kan ik minder impact maken op andere mensen. Van oké, hoe word ik nou pijnvrij? En doordat ik mijn pad laat zien en mijn resultaten laat zien, kan ik dat weer aan mijn andere collega's, andere fysiotherapeuten in Nederland laten zien. Van luister, door veel holistisch te gaan kijken dan alleen maar, oké, ik ga een rotator cuff aanpakken, want de supraspinatus heeft een tendinitis, weet ik veel wat, of een ruptuur gehad. Ja, dat is het probleem niet. Ja. Ik ga nou eens de oorzaak aanpakken. Ja, want ik heb nu bijvoorbeeld ook dat, laten we Gene als voorbeeld nemen, Gene Smeets, die heeft natuurlijk ook al wat bagage voor wat betreft functional pedis onder de leden. Ja. Hij kent Ruud Elvers en Thomas van Doorn. Dus hij snapt het energieaspect. Dus, als mijn cel te weinig energie aanmaakt, kan hij zijn structuren niet behouden. Dus geeft hij een stressrespons aan het lichaam. Dus chronische inflammatie. Dus au. En ik zei ook tegen Gene, van het zou super interessant zijn voor jou om ook eens de triggerpoint reset methode in te duiken. Omdat je onderscheidt jezelf als therapeut zijnde. Je hebt al een breed spectrum aan kennis. Ja. Waardoor je gewoon ook makkelijk iemand naar de juiste persoon kan sturen. Want in je eentje denken dat alles op te lossen is, dat is natuurlijk ook naïef. Nee, klopt. Hoe is jouw leven nu? Want je verdient natuurlijk een hoop geld met een traject. Bij mij stelde je 4K voor en als ik het had gehad, nogmaals had ik het zo over de balie geflikkerd. Ja.
ik heb eigenlijk in andere facetten van mijn leven, die heb ik meer prioriteit gegeven dan mijn lichaam. Maar ik merk al wel, bijvoorbeeld de identiteit Inge Dames, dat ben ik niet, dat is mijn merk. Ik merk al, vanaf ik dat moment dat ben gaan doen, zijn er ook in één keer andere kansen gekomen voor mij. Ja. Waardoor ik al eigenlijk minder pijn heb. En ik weet nu eigenlijk ook het pad wat ik voor me heb liggen, dat ik ben eigenlijk al zo goed als blessurevrij. Mooi. En aan jou de vraag, wat jij, dit is dan even puur economisch gezien, om bijvoorbeeld voor een fysiotherapeut ook interessant te maken van, waarom zou ik die Trickpoint Reset methode gaan doen? Wat kan ik daarmee verdienen? Wat voor problemen kan ik dan oplossen? Wat gaat mij dat brengen? Nou, wat het je gaat brengen is een oplossing die veel permanenter is dan alleen maar symptomen bestrijden. Wat het gaat brengen is een methode voor jezelf ook. Dat je dus echt zegt van oké, nou, hierdoor word ik een beter persoon. Hè? Mm. Ik word een vriendelijke persoon. Ik word een leuke persoon voor mijn omgeving. Ik hoef niet meer 12 tot 15 patiënten of zo te zien op een dag. En zo zag mijn dag er eerst uit. Mm. Ik kom thuis uitgerust aan. En ik kan echt daadwerkelijk ook een impact maken. En doordat ik dus, je zegt dan 4000, het ligt een beetje aan van welk traject. Wat is het probleem? Wat is het probleem, wat is het traject, wat nodig is. Mm. Om je daar te krijgen van wat jij wil. Die investering die mensen doen, die zorgt er ook weer voor dat ik weer een investering in mezelf kan doen. Mm. En dus ook weer in de volgende patiënt kan doen. Want mijn traject wordt elke dag een stukje beter. Ja, ik vlieg over drie weken vlieg ik weer naar Amerika voor een cursus. Ja, dat is niet niks. Het kost serieus. Hmm. Plus, ik heb een omzetderving. Dus die investering die ik weer kan maken in mijn tijd, hè, in iets anders, waardoor mijn product weer iets beter wordt, waardoor ik weer iets meer kan delen met de wereld. Hmm. En dat richt op Nederland pijnvrij, misschien wel Europa pijnvrij, misschien wel de wereld pijnvrij. Hmm. Ja, en pain-free world now. Dat is wel een ideaal die ik wil behalen. Die ik ook ga behalen. En denk je dat je dat, bijvoorbeeld door te zeggen van ik investeer in mezelf door meer cursussen te doen, waardoor ik beter kan geven. Maar in dit verhaal is veel ik. Als ik niet voor mezelf zorg, kan ik ook niet voor jou zorgen. Dat begrijp ik, maar in principe wat ik net ook al zei, ik geloof namelijk niet dat je in je eentje alle problemen gaat oplossen. Klopt. Hoe gebruik je die kennis om bijvoorbeeld je personeel of je vrienden of familie of bijvoorbeeld een Thomas of een Ruud of een Jean te helpen, zodat hij het hele spectrum van jou en jouw cliënten, patiënten beter kan helpen? Waar ik nu aan mee bezig ben, is ik ben een aantal producten aan het ontwikkelen. Een van is een opleiding voor therapeuten. Mm-hmm. Een van mijn collega's, Bart, die roept al jaren van Alex, ga nou eens lesgeven. Stop nou eens met behandelen. Ik vind behandelen te leuk. Het kan wel bij prima natuurlijk. Maar het kan, maakt je ook een veel betere leraar. Ja. Precies, dus die combinatie ga ik volgend jaar doen. Ik heb de afgelopen jaar, twee jaar, heb ik heel veel geholpen met als co-trainer bij de Trickpoint Reset methode. Mm. Daar heb ik heel veel ervaring op mogen doen, heb ik heel veel kennis mogen delen en ik merk ook dat echt mijn tank vult. Ja. Maar dat doe ik eigenlijk vrijblijvend. Want ik vind het veel te mooi en ik haal er heel veel uit. Maar het zijn dagen dat ik niet werk, dus het moet ook weer ergens terugkomen. Mm. Ja, uiteindelijk wil ik ook mijn gezin een toekomst bieden. Zeker met de technologische werkeloosheid die eraan komt op een zeker moment. En dit is denk ik ook iets waarvan we de wereld mee kunnen helpen als dat echt een issue wordt. Mm. Dus ik heb wel een vooruitstrevende blik om het zo maar te zeggen van bepaalde dingen waarvan ik denk van die gaan gebeuren. En dat is die technologische veranderingen die eigenlijk aan kan. Ja, zodat wij letterlijk ook dat aan kunnen. Wat is ons nut dan nog? Als ze niet eens meer kunnen werken. Mm. Ja, en als dat nut veel duidelijker wordt, de waarde veel duidelijker wordt, kan het ook weer doorgegeven worden. Dus als ik het goed begrijp, zou je het zeer aanbevelen voor een startende fysiotherapeut om de investering te maken voor bijvoorbeeld de Trickpoint Reset methode, een functional patterns opleiding en wellicht het een en ander over mitochondriën. Ja, ook. En wat zijn nog meer dingen waar je nu inspiratie uit put of dingen die je graag zou willen leren? Ik denk, kijk, alles is trilling. Alles bestaat uit trilling. En licht is een frequentie, 4G is 5G is een trilling. Je eten is een trilling, alles is een trilling.
En die trilling die kunnen we ook beïnvloeden. Op het moment dat jij goed, dat jij in contact bent met jouw onderbewustzijn, met jouw lichaam, dan kan je ook trillingen uitstralen. En daar is bijvoorbeeld pranic healing, is iets nog wat ik echt wil leren. Sorry, pranic healing. Pranic healing. Pranic healing. Dat is eigenlijk niks anders dan als je heel goed focust op je handen, dan voel je eigenlijk de trilling in je handen. En alles heeft een resonantie. Hoe heet dat ook weer? Je hebt mensen waar dat helemaal om draait. Hoe heet dat? Haptonoom. Ja, Reiki doet dat ook. Er zijn verschillende vormen van energietherapieën. Waarvan ik weet van dat daar nog een les te leren is. Ja, ik heb daar al een leuk verhaal over. Ik ken Dr. Joe Dispenza. Mm-hmm. Ik zou ook mega graag een keer zo'n workshop van hem willen bijwonen. Mm-hmm. Volgens mij is die energie echt bizar. Gruwelijk mooi in zo'n zaal. Een behoorlijke hippie cultuur, hè? Oh, dat zal best, maar nog steeds zou ik het willen ervaren. Maar die had dus ook een keer het verhaal over de frequentie van liefde. En natuurlijk eigenlijk onze realiteit is een glas. En bijvoorbeeld als we het met geluid zouden vullen, zouden de bastonen hier zitten, de midtonen hier en de hoogtonen hier. Zo heeft liefde natuurlijk ook een frequentie. En liefde vult meer dan haat. Dus als je liefde voelt, ben je niet in staat om haat te voelen. En er was dus een groepje mensen, die waren dus binnen eigenlijk aan het mediteren en helemaal ingedoken op het voelen en het resoneren van liefde. En daarvoor hadden ze ook muziek aan staan. Toen kwam er een politieagent langs en die stak zijn hoofd naar binnen, schrok zich helemaal tering, trok zich weg. Ik dacht, wat de fuck is hier gebeurd? Die vrouw loopt naar buiten, agent, wat is er aan de hand? Hij zegt, ik heb al jarenlang last van mijn schouder. En toen ik mijn hoofd naar binnen stak, toen verdween de schouderpijn ineens. Holy shit, man. Frequenties. Ja, dat zijn frequenties, ja, ja. En dat... Nadeel vind ik het heel mooi wat je zegt. En ik geloof het ook gelijk op het moment dat we dat kunnen uitstralen. Zeker als je met grote getallen dat doet. Alleen de meeste mensen, waarschijnlijk ben je nu al een heleboel kijkers kwijt. Alleen al door dit te zeggen. Mensen zijn er helemaal niet klaar voor. Om die liefde daadwerkelijk te voelen. En dat traject, die zelfliefde weer het eerste krijgen. Dan pas kan je liefde aan iemand anders geven. Hmm. Dat is een van de grootste lessen die ik heb geleerd, denk ik. Van op het moment dat ik echt van mezelf hou, dan pas kan ik echt voor iemand anders zorgen. En dan moet ik mezelf wel centraal stellen. En de meeste mensen dan zeggen van, ja, dat is egoïstisch. Ja, dat klopt. Maar dat mag. Ik mag op de eerste plek staan. Voor mijn omgeving. Mm. Ik ben de meest belangrijke persoon voor mijn kinderen. Ik ben de meest belangrijke persoon voor mijn vrouw. Ja, en mijn vrouw is de meest belangrijke persoon voor mij. Dus op het moment dat zij goed voor zichzelf zorgt, dan zorgt zij ook goed voor mij. Dus het is gewoon belangrijk om egoïst te zijn, maar geen narcist te zijn. Precies. Dat accepteert de natuur ook niet. Nee, daar word je heel snel afgestraft. Ja. Ja, en ik ben heel lang een narcist geweest en ik dacht van, ik heb alle antwoorden, heb ik. Nou ja, dat is niet zo. Mm. En dat heeft, voor mij heeft dat best wel wat, nodig gehad om dat te doorbreken. Ja. En waarom ben je dan zo? Waarom is dit een van de dingen die je graag wilt leren dan? Nou, dat kwam op een gegeven moment. Ik had een stagiair. En we kregen een cliënt en dat was een Poolse dame. En die dame die kon niet goed uit van waar ze nou last had. En ik denk, nou, weet je wat, ik ga wel gewoon eventjes die fascie langs. Ik ga met mijn handen langs het lichaam. En ik voelde op een gegeven moment, zo rond het leven voelde ik daar wat restrictie in het weefsel zitten. Dus ik ga daarin. En op het moment dat ik haar daar aanraakte, was het net alsof ik in één keer mijn hand in haar werd gezogen. In die ribbenkast werd gezogen. Nou oké, top. Nou, blijf ik daar eventjes en ik ga dat bindweefsel een beetje losmaken. En mijn stagiair die zegt in één keer, Lex, gaat goed. Gaat goed. Ging helemaal niet goed. Ik voelde me onwijs slap worden in één keer. Je trekt helemaal geel weg. Letterlijk. Ik voelde gewoon letterlijk die energie van mijn hand zeg maar, door haar in haar leven gaan. En eigenlijk de energie bijna uit mij trekken. Nou, als ik het dan vertel, dan denk ik bij mezelf van, ja, die kerel is niet koekoek, die is koekoek. Maar dat gebeurde letterlijk. En het is dat mijn stagiair erbij was, anders had ik het nooit geloofd. Mm. Zij had tegen mij gezegd van, joh, Alex, je loopt helemaal geel aan. Gaat het goed met je? En die mevrouw zat, ik vroeg aan haar van, gaat het goed? Ja, dobre. Ja, ja. Die zag je ook weer kleur krijgen. En ik van, oké, top. Dus ik heb iets in mijn handen waar ik nog veel meer mee kan. En op het moment dat ik dat niet verder ontwikkelde, ja, dan is het niet eerlijk. Dan deel ik dat niet met de wereld. Dan deel ik dat niet met mijn gezin, deel ik dat niet met mezelf, deel ik dat niet met...
daarom mag ik egoïstisch zijn. Daarom mag ik naar mezelf kijken en mezelf verder ontwikkelen. En dat kan inderdaad ook alleen maar op het moment dat ik daar de investeringen voor kan creëren. Mm. En die cursus die ik de afgelopen jaren heb gedaan, laatst moest dat voor een cursus, moest dat terug gaan rekenen, kom ik op 2,5 ton. In de laatste 10 jaar. Want ik heb geïnvesteerd in mezelf. Mm. Maar ondertussen was ik mezelf 1500 euro per maand aan het uitkeren. En mijn personeel, die betaalde ik nog meer dan mezelf. Ja, dat is op een gegeven moment geen leven die je dan verder kan uitbouwen. Mm. En geen omgeving die ik kan creëren voor mijn gezin. Dus waarom doe ik dit? Ik doe dit voor mezelf. En dat ik ook iets kan, ja, een impact kan maken op deze wereld. Ja. Mijn missie is gewoon Nederland pijnvrij. En niet alleen maar Nederland pijnvrij. Gewoon voor een groot podium staan en dat verspreiden. En dat is eigenlijk gewoon om ervoor te zorgen dat jouw omgeving jou helpt gezond te blijven. Dat ook, ja. En het feit natuurlijk dat je zelf de pijn hebt ervaren en dat je weet hoe kut en fucked up het is om in zo'n staat te moeten leven. Dat het eigenlijk zonder, zoals je op de website ook al schrijft, ja, het leven is te kort om... Het leven is te mooi om met mijn pijn te leven. Mooi inderdaad, ja. Ja, precies. Als je maar ziet, op het moment dat je alleen maar in het werk zit, of alleen maar in je gezin, of alleen maar in je eigen lichaam. Hè, hoeveel mensen zijn er bezig met een lichaam in een bepaalde vorm te creëren? Er is niks mis mee. Maar ja, als je de rest niet ziet, als je niet kijkt naar de andere pilaren in je leven, waar je leven om draait. Ja. Als dat het enige is wat belangrijk is, ja, dan wordt dat een groot item. Ja. Hey Alex, om een beetje naar het einde toe te spitsen, heb ik altijd een aantal vragen die ik aan iedereen stel. Of de volgorde exact uit mijn hoofd weet, dat gaan we nu merken. Maar een van de leuke vind ik, stel we bellen 5 of we vragen 4 of 5 van jouw beste vrienden. Wat is de superpower van Alex? En dan heb ik het over 1 eigenschap. Wat is de superpower van Alex? Wat voor een antwoord denk je dan dat we krijgen? Mijn volharde tijd om mijn doel te bereiken. Met de passie die ik dat doe, waarmee ik dat doe. Wat is je grootste angst? Dat ik niet goed genoeg ben. Wat zijn voor jou de non-negotiables aan gewoontes die je het liefste gewoon iedere dag zou willen doen? Dat is een hele goede vraag. Dat is mijn core voor. Dus als elke keer mijn routines, zorgen dat ik mezelf in power zet, dat ik mezelf zo kan positioneren dat ik kan bereiken wat ik wil. Ja. Ja. Dus eigenlijk dat is jouw manier van opladen om de dag aan te kunnen. Ja. 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 Even kijken, dan heb ik er nog eentje. Stel, ik geef jou nu een magische telefoon en je mag de 20-jarige Alex bellen. Hij neemt op. Je hebt de mogelijkheid om hem advies te geven met de kennis die je nu hebt. Wat zou je hem dan zeggen? Stop fucking lying. Ja, stop met een slachtoffer zijn. Dat je de verhalen die je zelf vertelt, ja, zijn leugens, zijn geen echte verhalen. Het is niet de waarheid. Ga eens verder kijken. Oké. Alex, hoe kunnen mensen jou vinden? Ze kunnen me vinden door naar www.opt.nl te gaan. Dus OPTT. Mm-hmm. Daar geef je dus die intensieve one-on-one trajecten? Ja, dus ze kunnen mij vinden op functionalpatterns.nl. Voor het mechanische gedeelte. Dus je kunt me vinden op uwfysiotherapeut.nl. Daar ben ik alleen niet meer direct als fysiotherapeut vanuit actief. Mm. Social media, LinkedIn, Social Facebook, media, LinkedIn, Instagram, telefoon. Ja, telefoon is wel lastig, want ik ben veel aan het behandelen. Dus ik ben heel gericht bezig. En dan staat mijn telefoon op vliegtuigmodus. Dus ja. Nog een laatste vraag. Waar denk je dat je over 5 jaar staat in je leven? Dan sta ik alleen nog maar cursus te geven. Dan sta ik voor grote groepen therapeuten en mensen eigenlijk mijn kennis te delen. Over ja, hoe pijnvrij te kunnen worden en te blijven. Ja. Nou, top. Alex, ik ga je even een knuffel geven, want ik vind het top dat je gewoon, te zien, dat je emotie gewoon lekker hebt laten gaan hier. Super.
Nou, dankjewel. Wie weet doen we nog een tweede. Lijkt me een goed plan. In ieder geval hartstikke bedankt voor het kijken allemaal. De groeten.